Geestelijke strijd behoort tot het basispakket van het christelijk leven. Ook al loop je leven op rolletjes en gaat alles van een leien dakje, er is altijd sprake van geestelijke strijd. Om je heen ontploffen dagelijks geestelijke bommen en granaten. Er is een strijd gaande. Dat de Heer Jezus voor mij en in mijn plaats is gestorven aan het kruis van Golgotha, is één kant van de medaille. De andere kant is dat toen Jezus stierf aan het kruis, ik als gelovige ook ben gestorven. Tot geloof komen kost ons niets. Daar heeft Jezus voor betaald. Echter, discipelschap kost ons alles. En juist op dat punt zit het bij heel veel christenen vast. Ja, de Heer Jezus aannemen als je heiland, dat wil iedereen wel. Maar hem ook aanvaarden en aannemen als de Heer, de Kyrios van je leven, dat gaat voor velen te ver. Zijn gedachten worden mijn gedachten. Ik ben dan ook een open boek naar hem toe. Ik heb geen geheimen meer voor hem. En we zijn geen vreemden voor elkaar. Laten we elkaar stimuleren en aansporen met de woorden van 2 Petrus 1, vers 10 en 11. Was dan op in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. Heer, maak mij een beeld van U.